Met een receptie op de Chinese ambassade is gisteravond de aftrap gedaan voor het Chinese nieuwjaar dat op 10 februari wordt gevierd. De Chinese ambassadeur in Suriname, Han Ying, gaf daarbij een presentatie over de Chinese diplomatie en de vriendschappelijke relatie tussen Suriname en China. In een interview zei Ying aan onze nieuwsdienst dat de receptie gezien moet worden als het begin van een reeks van activiteiten in verband met het Chinese nieuwjaar. Op 10 februari zal voornamelijk de lokale Chinese gemeenschap activiteiten ontplooien. On that day, the local community will host a banquet, also the big performance, as well as the firework. We'll make a joint effort with the local community for the celebration. Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen. Het Chinees Nieuwjaar valt daarnaast jaarlijks op een andere datum. Dat heeft te maken met de maanzonnekalender die de stand van de maan volgt. Elk jaar is het Chinees Nieuwjaar onlosmakelijk verbonden met een ander dier. In 2023 was dat het konijn, maar in 2024 verschuift de focus naar de draak. The year of dragon is coming. In Chinese culture, the dragon is really, really important. It's one of the most important symbol of the Chinese people, of the Chinese nation. For us, dragon represents strength. They're very dynamic, influential. We always see the dragon flying on the sky. It's demonstration or reflection of the how a nation or a people could be act also. Dragon symbolized the fortune. We have all the best wishes to the Chinese community here, as well as to all the Sunamese people, because we all know that the Chinese New Year is not only for the Chinese, but a public holiday all over the country. We hope all the Sunamese people could be good health and good fortune. In de Chinese traditie gaat elk dier uit de riem gepaard met bepaalde verwachtingen. Voor de draak zijn dat bijvoorbeeld kracht, fortuin en geluk. Volgens deze verwachtingen ligt een succesvol jaar in het verschiet. Dat maakt 2024 dan ook het jaar om belangrijke financiële en carrièregerichte knopen door te hakken, volgens de dierenriem.